ik ben Charlotte van UC Station. We staan vandaag aan de Oude Gracht in Utrecht. En het onderwerp vandaag is graffiti. Graffiti is in New York rond de jaren 60 ontstaan onder de jongeren. Het begon met kleine tagjes en heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot grootse kunstwerken. En over de hele wereld kun je ze tegenwoordig zien. En natuurlijk ook in Utrecht. Wij gaan aan de mensen op straat vragen wat zij er nou van vinden. Als ik graffiti zeg, waar denkt u dan aan? De tekst. Felle kleuren. Vervuiling. Spuitbussen. Soms wel mooi. Vormen van kunst. Stiekem, spanning. Ik vind het gaaf, graffiti. Op dit moment loopt er in het Centraal Museum Utrecht een tentoonstelling over jongerenkunst en graffiti uit de jaren 70 en 80. Het museum vindt de graffiti van vroeger de kunst van vandaag. Maar vinden mensen graffiti ook echt kunst? Vind je het mooi? Vind je het lelijk? Brengt iets extra's toe, zeg maar. Weet je, als je een saai gebouw hebt en als er dan graffiti op staat, vind ik dat heel gaaf. Dat is echt leuk. Als ze er echt werk van gemaakt hebben, dan vind ik het wel mooi. Niet een paar woorden en that's it. Als ze mooi met kleuren gewerkt hebben, echt iets moois bijvoorbeeld. Soms zie je ook wel een tekening of zo van iets, dan vind ik het wel echt mooi. Ja. Kijk, weet je wat het is? Iedereen heeft zijn eigen stijl. Wij noemen het een swagger. Kijk, je hebt mooie graffiti's, cartoons. Een graffiti zet je met betekenis voor iets. Dus mooi vind ik ze altijd, omdat iedereen moeite ervoor heeft gedaan. Begrijp je? Sommige zijn simpel. Daar heb ik niks mee. Maar als het echte cartoon tags zijn en zo, dan vind ik het wel hard. Ja. Dus je vindt het echt kunst en geen vandalisme? Nee, het is kunst. Ik vind het kunst. Vandalisme, dat is dingen kapot maken of... Ja, ligt eraan. Als het op een nieuw gebouw is wat net short te zijn, dan is het beter om niet graffiti erop te doen. Maar stel je hebt een lelijk gebouw wat oud is, wat weggaat of langs de snelweg, is graffiti alleen maar leuk. Ik vind het echt kunst. Als ze gewoon bij mij op mijn gevel, wat regelmatig gebeurt, graffiti teksten zetten, vind ik dat heel erg vervelend. En dat vind ik een vorm van vandalisme, want dit is mijn huis en mijn gevel. En dat vind ik heel lastig. Aan de ene kant vind ik het kunst, als ze er echt werk van gemaakt hebben, wat ik net zei. Maar aan de andere kant vind ik rare teksten of iets, dat vind ik vandalisme. Vind je dat het helemaal verboden of helemaal gelegaliseerd moet worden? Ik vind geen van beide. Ik kies de middenweg. Dus bij sommige bruggen of zo dat ze dan toestaan, dat ze daar legaliseren. En op sommige plekken ook weer niet. Dus bijvoorbeeld bij mooie monumenten of iets wat echt gewoon mooi is van zichzelf, dat moet niet beklad worden, vind ik. Ik vind wel dat ze een speciale plaats mogen krijgen waar ze vrij kunnen taggen, weet je wel. En liefst ergens hier in de stad, want je hebt wel van die plaatsen soms buiten de stad, dus niemand ziet het. En je wilt toch wel dat mensen je tag zien, snap je? Maar gaat de spanning er dan niet een beetje vanaf, als je dan een plek hebt waar je vrij mag graffen? Oké, kijk, ik denk niet dat het, dat het de spanning is. Kijk, als wij overal mogen taggen, zonder de spanning wordt het ook gedaan. Kijk, de politie erbij nu en dat komt gewoon omdat het niet mag. Maar de spanning, je doet het omdat je het leuk vindt. Zo zie je. Als graffiti met zorg gemaakt is en niet op een stormende plek staat, vinden de meeste mensen in Utrecht het wel mooi. Maar zet alsjeblieft geen tags op de gevel van het lieve vrouwtje.